Welkom, dames en heren, bij Splendor voor dit speciaal livestreamavond met Marij Pepe Contreras en Elizabeth Fadel. Veel plezier. Thank you.
Dank jullie wel. Welkom. Welkom iedereen thuis. Is er iemand? Ik ben niet. Maar wij zijn hier heel blij om voor jullie te spelen. Dat was een heel bekende stuk van Bach, van de Matthäus Passie, de laatste nummer van de Matthäus Passie. En ja, we hebben een beetje geïmproviseerd over de Bach-melodies en harmonies. En daarna hebben wij ook een choro gespeeld. Misschien kan je beter dan ik vertellen wat is een choro. Hello, good evening. Dus we hebben gespeeld choro. Dit is een stijl. Dit is een stijl uit Brazilië van de begin van de 20e eeuw. En er is een mix tussen klassieke muziek en Afrikaanse geïnvloed. Dus ja, wij spelen ook klassieke muziek en Braziliaanse. Dus dit is de mix wij doen. Ja. En wij hebben gespeeld in choro van Cachimbinho, Ternura. Heel mooi. Ja, nu we gaan door met een nummer van mij. Ik heb geschreven. En ja, jullie weten dat deze geweldige jaar is de jaar van Beethoven. Misschien hij heeft veel jaren geleden geboren of zoiets. Beethoven heeft de 9e symfonie, dat is heel bekend, no? Met een thema, dat is de begin van de symfonie en is overal in de symfonie. En de bekende thema is de do-do-do-do. Dus ik heb een choro gecomponeerd, geschreven, ook met een thema, maar met een ander thema. En de thema is Mari Papa. En jullie kunnen deze thema overal in de liedje horen, hopelijk. Dus ik heb dit geschreven voor mijn moeder, die heet Mari Papa. En dan de choro heet Choro para Mari Papa. Dus geen telefoon. Misschien zijn er ook Spaanse mensen. Voor mijn moeder moet dit zeggen. Esta canción que voy a escribir, o sea, que vamos a tocar, es un choro que he compuesto para mi madre y que tiene una melodía que se dice Mari Papa. Así que vamos a tocarla. Espero que disfruten. Janita Fan. Thank you.
Dat was de eerste keer dat we hebben deze liedje in een concert gespeeld. Dat was een première voor onze duo-versie. Oké, nu ga ik wisselen van instrument. Dus nu we gaan een andere choro spelen, die heet Chorando Baixinho. Dat betekent huilen, maar heel zacht. Thank you.
Dankjewel. Dat was Chorando Baixinho. En nu gaan we met andere Braziliaanse liedje. Die heet Retrato en Branco e Preto. En dat is een beeld. Dat is een wit en zwart. Ja, van Tom Jobim. Thank you.
Ja, dat was een liedje van Tom Jobim, maar Piazzolla kwam erbij. Ja, er zijn altijd componisten die komen om te bezoeken. Ja, om te bezoeken. De componisten bezoeken andere componisten. Dus nu we gaan een liedje, een stuk, een groot stuk van Bach spelen. Dit is de hobo en viool concerto, de derde deel. Maar ja, wij zijn in een Braziliaanse mood, dus we gaan Bach naar Brazilië nemen. Dus denk als Bach is in Ipanema, in Copacabana, aan de strand, in Caipirinhas. Ja, dus de hobo en viool concerto, deel nummer 3. Geniet ervan. Thank you.
is een compositie van mij. Ik ben ook componist. En ik heb een cd opgenomen met sommige composities van mij. Ze zijn in choro-stijl, dus Braziliaanse muziek met klassiek muziek geïnvloed. En mijn cd heet Blue in Choro. Dus het is zo. Het is nog niet in de Spotify, in de platforms. Dus jullie mogen bestellen via mijn website www.elisabethfadel.com. Of jullie kunnen ook PM, WhatsApp sturen, bericht, e-mail. En ik kan wel heel graag sturen aan jullie. Dus de cd kost 10 euro. En de tweede track heet Antonio Rocks. En wij gaan nu dit liedje spelen. Dus Antonio Rocha is een vriend van mij. Hij speelt dwarsfluit. En wij hebben opgenomen samen in de cd. Maar nu, nieuwe versie met Mari Peppa. Wie weet wat gaat gebeuren. Alles kan gebeuren. Dus Antonio Rocks in Choro voor jullie.
Dus dat was een liedje van Elisabeth Fadel. Ja, we gaan Sonoroso spelen. Is van Cachimino ook, no? Ja. Is de componist van de tweede stuk. Thank you.
Nou, wij zijn gekomen aan de laatste liedje van die avond. Dus, hopelijk jullie hebben genoten. Thuis en ook hier. Gezond. Ja. Dus we gaan eindigen met een nummer die heet Receita de Samba. Wie is de componist? Jacob de Mandolin. Dus, dat was de geweldig Elisabeth Fadel op de piano.
bedankt jullie wel. En dankjewel ook aan Luc Dien, Tatiana Rosa voor de livestream, de sound en alles. En tot de volgende keer. Iedere vrijdagavond is er een livestream hier op Splendor. Dus ja, yeah. Doei! Dames en heren, dankjewel voor te wachten, voor te kijken, voor te luisteren. En tot de volgende keer bij de Splendor livestream.